En vervolgens horen we heel veel windmolens geven geluidsoverlast. Nou heb ik in de zomer ook wat bezoekjes en huiswerk mogen doen. Ik heb ontdekt dat politiekorpsen dure geluidsmeetsets hebben staan, die eigenlijk staan te verstoffen. Ze komen zelden uit hun omhulsel. En daarmee kan gemeten worden of er overschrijdingen zijn van geluidsnormen. Kan de minister, hè, want ik ben het eens met bewoners, als zij volgens de wet te veel geluidsbelasting hebben, moet die molen weg. Vind ik van allerlei dingen, ook van snelwegen bijvoorbeeld, maar ook van windmolens. Kan de minister zijn collega's vragen of daar wat meer op gehandhaafd kan worden? Of er windmolens staan op plekken waar zij de wet overtreden? Voorzitter, mevrouw Van Tongeren die sprak ook over de geluidshinder. En zij zei dat zij vindt dat geluidshinder eisen dat die altijd gehandhaafd moeten worden, dat er op gecontroleerd moet worden. Ze heeft vastgesteld dat daar apparatuur stond te verstoffen ergens bij een gemeente. Dan ben ik ervan overtuigd dat mevrouw Van Tongeren dat onder de aandacht zal hebben gebracht van het GroenLinks raadslid in die gemeente en ook zal hebben geadviseerd om daar wat mee te gaan doen. Want voor wat betreft het controleren van de geluidshinder hebben we de taak bij het gemeentebestuur neergelegd. En ja, dat moet het gemeentebestuur doen, of het nou om brommers gaat of het gaat om windmolens. Dat moet wel gecontroleerd worden en de eisen die zijn er niet voor niks. Dus ik zal ook naar aanleiding van die opmerking van mevrouw Van Tongeren dit ook nog onder de aandacht brengen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Want ja, de regels die hebben we.